En ja hoor, het is weer gelukt. Even dat videootje op mijn kanaal aangeklikt en je zit in één keer midden in Planet Coaster. Ik ben je heel erg dankbaar voor om dat videootje aan te klikken. Wat ik nog mooier vind is als je even abonneert of even dat duimpje omhoog te gooien. En laat even in de comments weten of jij het leuk vindt dat ik van Planet Coaster een kleine serie of misschien wel een wat grotere serie ga maken. Het is maar net hoeveel ik het ga spelen en hoe ver we zijn. Ik ben namelijk van plan, want ik heb dit park heb ik ongeveer een maand geleden heb ik dit opgestart. Toen heb ik eigenlijk alleen de parkeerplaats gemaakt. Wat ik nog af moet maken hoor. Ik heb een begin van het park gemaakt. Dus een soort van ingang. Ik kan nog zeggen, ik maak hiernaast een wat of hier. Weet je, dit is nog een beetje kaal. Klein perkje en een eerste attractie. Deze attractie ga ik waarschijnlijk ga ik die slopen. Dus dan kunnen we helemaal opnieuw beginnen. Dan maak ik dit dicht. Dan kunnen we misschien die kant op en die kant op. Of ik maak in het midden nog iets. Moet ik nog even kijken. Want ik heb dit spel dus opgestart. En ik dacht van ja. Misschien is het nog wel leuk als ik hier een serie van kan maken. Want ik ben van plan om dit nu eventjes een tijdje te gaan spelen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld Planet Zoo. Want dit is Planet Coaster, maar Planet Zoo. Dus met de dieren. Om daar misschien een serie van te maken. Moet ik even kijken wat jullie leuker vinden. Dus laat het even weten in de comments. Het zal wel een park worden. Sandbox modus, dus gewoon alles bouwen wat je kan bouwen wat geen geld kost. En dat vind ik juist zelf het leuke. Niet dat het dan wat makkelijker is, maar je kan veel meer bouwen, weet je wel. Je hebt niet dat je op een gegeven moment, als je bijvoorbeeld een aantal muren inzet, of dat je bijvoorbeeld het land aan het ophogen bent, dat je in één keer moet stoppen, omdat je dan weer geen geld hebt. Nee, ik wil echt gewoon leuke mooie dingen gaan creëren. En dat kan niet als je aan geld verbonden bent. Als je het een leuk idee vindt, wat ik al zeg, even het duimpje vast omhoog. En laat even in de comments weten of ik hier dan mee verder moet gaan. En ik ga hier dus het mijn eerste gebied maken aan deze kant. Ik weet niet of jullie mijn muis kunnen zien, die zien jullie niet. Dus ik ga het even het terrein pakken. En dan verf ik eventjes een gebied. En doe ik hem eventjes iets omhoog, size. Zo. Kijk, hier ongeveer aan deze kant. Ik doe hem even zo een beetje maken. Hier wil ik een beetje een gebied maken. Een soort van themagebied. Ik weet zelf nog niet wat voor thema, dus dat is misschien leuk om voor jullie dan een beslissing te nemen. Als we naar Scenery gaan, dan heb je hier een aantal thema's. Je kan bijvoorbeeld iets met sprookjes doen. Weet je, dan krijg je een draken en voor me ook heksen en van die. Wat is dit? Dit zijn ridders. Nou, dit is allemaal een beetje sprookjes. Je kan ook bijvoorbeeld, wat ik leuk vind, zijn piraten. Een heel schatje, zo'n heel groot schip, weet je wel, die je dan ergens in het water kan plaatsen. Wat ik ook op zich wel leuk vind, maar wat wel een moeilijk thema is, is sci-fi. Dus dat is een beetje in de ruimte. Kijk, als ik dit aanklik, wat er dan gebeurt. Ja, dan moet je echt. Kijk, je moet echt allemaal dingen meegemaakt met buizen en zo. Dit is denk ik wat lastiger, maar wat ook wel leuk is, is western met cowboys. Misschien dat we daar iets mee kunnen maken, maar dat laat ik aan jullie over. Ik weet niet wat jullie het leukst vinden. Dus. Paar dingen wat je even moet reageren in de comments. In ieder geval zijn dan, vind je het leuk als ik Planet Coaster een serie maak? Of heb je liever Planet Zoo? Kan ook. Het wordt wel allebei een sandbox, dus ik kan bouwen wat ik wil in Planet Coaster of Planet Zoo. Vinden jullie het leuk dat ik daarmee verder ga? En laat even in de comments weten als ik dan dit ga spelen. Wat dan dat nieuwe gebied wat ik net grijs heb gemaakt, dus hier. Wat dan moet worden, dus wat voor... thema moet gaan worden. Dus laat het even weten in de comments. Ook zal ik het even plaatsen op Insta. Want dan kan je ook daarop reageren. Misschien zie je het eerder op Insta dan hier. En dan hoop ik dat jullie het leuk vinden. Ik ga er in ieder geval mee aan de slag. Ik ga vast dingen wat maken denk ik. Misschien dat ik dit even een beetje ga uitbreiden. Misschien de parkeerplaats even afmaken. En dan zie ik jullie in de volgende video. En dan weet ik het dus niet of het Planet Coaster is of Planet Zoo. Maar dat gaan we vanzelf meemaken. En dan tot de volgende video dan.